Toen ik aan vanavond dacht, toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als we allemaal even 10 seconden heel stil zijn. Dat is moeilijk hoor. Mooi hè? Hartelijk welkom allemaal. In het bijzonder natuurlijk de familie van David. Maar ook vrouwengrootmeester Katie van der Meijen. Internationaal meester Hans Beum. Jochem Avik, internationaal meester. En internationaal meester Hans Bouwmeester. Op deze toch wel heel bijzondere dag en ja, avond, David. Want je hebt het geflikt. Zeker. Ja. Ja. En misschien kunnen we beginnen met een heel groot applaus. Ja. Het is ongeveer 2 jaar geleden dat David en ik, die zijn de laatste 4 jaar af en toe met elkaar opgetrokken. Vooral in de auto. Hij kent mijn auto's nu helemaal van binnenuit. En dat was dan met name op de terugweg vanuit Amersfoort, vanuit de JCC. Ja. En dan brachten we alle jongens weg. En dan moesten we dat hele eind nog naar Heemstede. En zo was er een dag. Ja, dat was een eind, zeker. Dat was een eind, ja. Soms is het een heel lang eind. Ja. En het is ongeveer 2 jaar geleden toen we in Amersfoort waren en toen speelde jij een partij tegen Robin van Kampen. Oh ja, ja. Helaas ja. En ik zal de details besparen over die partij, maar... Gelukkig maar. Toen wij de laatste hadden afgezet in de auto en samen richting de Herenweg gingen, toen zei jij iets tegen mij en ik dat drong helemaal tot op mijn botten drong dat door. Hij zei namelijk tegen mij, sorry Rob. En toen dacht ik, waarom zegt hij sorry Rob? En toen zei hij, dit gaat me nooit meer overkomen. Heb ik het echt gezegd? Ja. Ja. Toen speelde jij een partij tegen Robin van Kampen. Ja, dat weet ik nog En toen wel. Speelde jij à la de, wat ik tegenwoordig noem, de oude David Klein. Ja. En dat was, je zet gewoon je opening op en dan ros je hem van het bord. Ja. En zo offerde jij een stuk en Robin die keek ernaar en 3-4 zetten later... Gaf ik op. Ja. En toen ben je... Voor zover ik weet boeken gaan bekijken van onder andere Karpov. Ja, klopt. En trainingen gaan volgen van Tsutsulov. Ja. En toen ik dat zag, toen dacht ik, het is niet meer de vraag of hij ooit een internationaal meestertitel gaat pakken. Mm-hmm. Het is alleen nog maar de vraag wanneer hij hem gaat pakken. Mm-hmm. Dus van harte gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben vanavond, deze avond is jouw avond. Mm-hmm. En zoals ik laatst tegen een van wat jongere medewerkers op het werk tegen mij zei, soms als je iets goeds hebt gedaan, moet je je credits ook komen halen. Dus haal vanavond je credits. Deze hele avond is voor jou. Ja. We hebben een programma voor je samengesteld en dat ga ik een beetje aan je verklappen. Ik open nu en ik heb iedereen welkom geheten. Oké. Okay. Ik ga zo meteen nog 1 heel bijzonder ding doen. Oh, en daarna neemt Ron van Wezel, die neemt het van me over. Die gaat een interview met je afnemen. Oké. Okay. Daarna hou jij een masterclass, mm-hmm. waarin je volgens mij prachtige dingen gaat laten zien. Ik hoop het. Ja, Katie zei vanavond tegen mij, het bijzondere van deze titel is niet het resultaat, mm-hmm. maar de kwaliteit van de partijen die je hebt laten zien. En daarna dan zal Hans Bouwmeester je zal jou officieel huldigen en dat doet hij samen met de KNSB. En daarna is er nog gelegenheid voor snelschaken voor mensen. Als je daar mee wilt doen, dan kan je je straks bij Ad Goren ze daarvoor opgeven. Ik doe mee. Okay. Maar er is nog 1 bijzonder ding en we hopen eigenlijk niet dat het helemaal op de voorpagina van de Telegraaf komt, Hans, maar zo. Want zoals je in de schaakwereld de Max Euwering hebt, mm-hmm. heeft KC ook een ring. En degene die het hardste lacht, die heeft dat ooit bedacht, dat is Adwin. En de eerste die hem ooit kreeg, dat was Wes Galekop. En daar is de ring een beetje naar vernoemd. Ja, hoe heet die nou? Want ik... Daar komen we zo. Ja, klopt. Ja. Jij moet genieten, hè, vanavond. Genieten. Zeker, zeker. Ik heb die ring een tijd thuis gehad. Mm-hmm. Want daarna was ik die hem kreeg vanwege een bijzondere prestatie. Prachtig. Dit is des KC's, dit is de Galekokring. En er hoort een verhaal bij. Mm-hmm. De Galekokring die krijg je. Je mag hem nooit inpakken.
Je moet hem ergens neerzetten waar iedereen hem kan zien. Aha. Zolang je hem hebt, ben je lid van KC, ook al zeg je op, je bent dan nog steeds lid van KC. Ik wilde hem nou net opzeggen. Je mag hem nooit, maar dan ook nooit, wegdoen. En als je hem op een gegeven moment denkt van, nu heb ik hem lang genoeg gehad, dan geef je hem door aan iemand waarvan jij denkt, die verdient hem. Aha. Gefeliciteerd. Dank u wel.